Welkom mensen op het interweb of internet, hoe je het noemen wil. Naast mij staat een Ford Fiesta MK8 Titanium 1.0 100 pk in de kleur Blue Wave. Een hele fraaie blauwe kleur, blauw-groen, een beetje turquoise-achtig. Het zit tussen blauw en groen in. Het is meer blauw dan het groen is uiteraard, maar het is een turquoise-achtige kleur genaamd Blue Wave. Aan mij de taak om de komende dagen de wagen, zoals het kentekenbordje al verraadt, in de Xeon keramische coating plaatsen. Ik heb de wagen eerst vanochtend laten restylen. En er zijn ongeveer een deukje of 20 uitgehaald. Dus de wagen is weer super strak. Daarna heb ik hem gewassen. Je ziet ook dat het is allemaal nog nat, dus hij staat net binnen. Ik heb even de kentekenplaatjes verwijderd en verwisseld. En de boel opgestart, zo te zien. Interieur had ik al een keer gedaan. Schoonmaken en ontglanzen, zo gezegd. Want bepaalde delen van het dashboard en dergelijke glommen enorm door de poetser van het desbetreffende autobedrijf. Dus dat heb ik allemaal schoongemaakt, verwijderd. Dus nu weer een mooi, strak, mat dashboard. De panelen weer netjes mat, dus zoals het hoort. Dat gezegd hebbende, de wagen die ga ik dus de komende dagen in de keramische coating zetten. Het glaswerk gaat in de coating, de velgen gaan in de coating, bandjes weer, even uitstofzuigen. En dan uiteraard weer het bekende rondje van de zaak over een aantal dagen. Ik ga de wagen, heb ik al lakdieptereiniging geplaatst, dus de lak is weer heerlijk glad. Ik ga nu de boel droog maken en dan starten met het polijsten van de lak. En zodra dat draak klaar is, kan ik de laatste dingetjes afmaken. De velg aan de binnenkant voor nog even schoonmaken. Daar kon ik net niet genoeg bij met mijn hand. Dus die moet ik even afhalen en dan de binnenkant nog even schoonmaken. Achterkant zijn netjes. Maar goed, dat is ook vaak inherent aan trommelremmen. Die zijn de velgen achter vaak minder smerig als met schijfremmen. Dan heb ik weer een leuk projectje voor de komende dagen. Ik zou zeggen, stay tuned. Zo, de wagen heb ik inmiddels droog gemaakt. De laatste kiertjes hier, daar zal misschien nog een druppeltje uitvallen. Maar dat heb je altijd met bepaalde kieren en sleuven en dat soort zaken. Velg heb ik er inmiddels afgehaald, dus die ga ik voor met name de voorbanden binnenkant even schoonmaken. Wielkuip even schoonmaken. En dan ga ik mijn polijsmachines bij elkaar zoeken. En dan gaan we aan de slag. Ik zal zo even de camera afpakken en hier en daar wat lakschades laten zien die erin zitten. Met name dit zwarte paneel, die heeft heel veel krassen. Alleen omdat natuurlijk de velgen er vanaf zijn, wordt het lastig om de wagen te laten zakken. Dus dit tracht ik op een... Even kijken of ik dat op die manier te pakken kan krijgen. Hier zit een veeg in de lak, net of dat er een bal tegen aangegaan is. En op de motorkap zit er nog een veeg en wat krassen. En dan de bestuurderskant zit nog een kras onder op de deur die ik eruit moet halen. En voor de rest is de wagen strak. Ik ga mijn spullen bij elkaar zoeken. Zoals gezegd zal ik even wat lakschade laten zien die erin zit. Even kijken. Kijken of ik hem vinden kan hoor. Want het zit er wel. Daar, juist. Kijk. Kijk in het bolletje, het lichte stukje. En dan zie je hem zitten. En ik zag hier ergens ook nog ergens een vlek zitten. En die kan ik nu 1, 2, 3 even niet ontdekken. Dan heb je de bekende waskrassen die erin zitten. Lichte waskrassen. Dat op zich is niet zo spannend. Even kijken. Hier zit nog een heel klein. Dan zit hier een bepaalde waas over de lak heen. Dat is moeilijk te zien, zeg, met deze lak. Nou, kijk, zie je, hier komen de hologrammen. Zie je, je ziet hem driedimensionaal, zie je hem in je lak, meedraaien. Nou, doen we dat hier in de deur ook, denk ik. Ja, daar zitten ze. En ik denk dat zo een beetje wel voor de hele auto geldt. Dan gaan we nog even terug naar de andere kant. Even snel, 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 snel. Kijk, dan zie je hier. Even kijken, waar zit hij? Misschien aan de andere kant zo, beter belichten.
Ja, daar komt hij. Echt weer. Zie je, er ligt de lakschade die erin zit. Ook hier geld. Waskrassen, heel veel waskrassen. Die eruit polijsten. En wat ik al aangaf, de deukjes zijn er allemaal uitgehaald. Dus de lak is op zich weer strak. Ik zal even de lamp uitzetten, anders verblind ik mezelf. En ik zet weer even terug in op het statief. Dat praat wat makkelijker. Zo. Dus ja, er zit er al het een en ander aan kleine lakschatetjes in. Niet erg, hij is tenslotte ook al, inmiddels al, dat zou je niet verwachten, hè, inmiddels al weer 5 jaar oud, 5,5, 5,5. Dus wat dat betreft is het niet verwonderlijk dat er gebruikssporen op zitten. Dat is heel normaal. Naar het wassen en dat soort zaken. Ja goed, 1 keer in de zoveel tijd een goede poetsbeurt kan nooit kwaad. Het is behoud van de auto. Met name ook de blanke lak, want dat is in principe het buitenste laagje van je auto. Kijk, want de kleurlak heb je op zich niet zoveel van doen. Achterkant is voor de rest strak, geen bijzonderheden. Dus ik ga mijn spullen bij elkaar zoeken. En dan gaan we met de rotary eens beginnen op de motorkap. Om er het een en ander uit te halen en dan afbouwen naar excentrisch. Wat ik ook nog even ga laten zien is dat er in de achterruit een kras zit. Een behoorlijke die goed duidelijk zichtbaar is. En dan wat kleinere wazige, kijk zie je, je ziet ze in de verlichting. Daar zit ook een behoorlijke, dus het wordt ook glaspaleisten in dit geval. Van de achterruit. En ik had gezien, en dan loop ik meteen maar even door, want ik ben nu toch bezig. Op de zijruit. Kijk, daar zit hij. Zie je hem? Hier. En dan, kijk, zit er nog een onder. Ik weet niet of je die ontdekken kan. Hier, ja, loopt die, kun je goed zien. Dus ook die, deze ruit moet ik polijsten. Voor de rest zijn de ruiten goed. De andere ruit, de voorruit, is ook goed. Het is alleen deze twee ruiten, die ik moet polijsten. Kijk, zie je, daar zit hij. Dus dat gaan we ook even in het assortiment meenemen in de behandeling van deze Fiesta MK8. Ruitenwissel af. Gaan we even markeren. Hier zit hij. En dan hier zo. En dan hier een gedeelte. Polijstmiddel wat ik hiervoor gebruik is specifiek voor glas. Dat moet je niet op lakdelen gebruiken. En vice versa. Dus polijstmiddel voor lak. Het heeft geen zin om dat te gebruiken glas. Dit is een heel speciaal polijstmiddel.
jammer dat wat je in real life ziet op beeld soms niet terug te vinden is. Nu zie je, tenminste ik zie dat er op de achterportier hangt een hele bepaalde witte waas over de lak. Je ziet nu ook dat de voordeur, de deur van de passagiersdeur, dat die veel meer glans heeft en veel meer diepte heeft. En veel meer contrast, dus veel blauwer is. Of meer turquoise. En dat is, ja, in het echt is dat inderdaad goed te zien. En op beeld moet ik maar afwachten tot. Oké, nou goed, laten we dan toch even bezig zijn. Kijk, zie je het zonnetje. En die zie je een zonnetje met straaltjes. En dat hoort niet. Dus die gaan we ook nu van het achterportier eruit halen. Ook deze ruit even polijsten, omdat er ijskrabbenkrassen in zitten. Zo, het polijstwerk zit er bijna op. Ik wil nog één keer polijsten. Dat ga ik sowieso doen. Ruit heb ik gepolijst. Krassen zijn eruit. Achteruit zijn de krassen eruit. Het is nu tijd om even naar huis te gaan. Even een hapje eten. En dan kom ik straks terug. En dan ga ik verder met de lak nog een keer. Één keer polijsten. Voordat ik hem morgen. Want ik wil de auto af hebben voordat ik morgen kan coaten. En dan kan ik het vanavond nog even verder met de velgen aan de binnenkant schoonmaken. En er wellicht al. Die wellicht al in de coating zet als ze schoon zijn. En dan kan ik morgen aan de 2K coating beginnen. Twee laags. En daar heb ik een aantal uurtjes de tijd voor. En dan kan dat drogen en dan kan ik dag drie de laatste zaken afmaken. Velgen erop zetten. Even uitstofzuigen, raampjes doen, etcetera. Inmiddels terug van avondeten. En ik heb de derde ronde van polijst inmiddels ook afgemaakt. Dus de auto is wat dat betreft klaar. Ik ga nu velgen met de velgen en met de banden. Die ga ik dan ook nog tevens in de coating zetten. Dan kunnen ze morgen mooi in de nacht over drogen. En dan kan ik ze er morgenochtend onder zetten. En dan kan ik daarna beginnen met de lak ontvetten. En dan beginnen met de coating aanbrengen. Ik heb ook lakstiftjes gekocht, dus ik moet een heel klein beetje lakken bijwerken. Onder de motorkap had ik een kaal plekje gezien. En op een heel klein puntje had ik gezien waar lak weg is. Dus dat ga ik ook nog even doen vanavond. En dan morgen de rest afmaken. Zo, de eerste velg is schoongemaakt. Binnenkant, buitenkant ontvet. En in de coating gezet. Ik krijg nu een hele fraaie glans. Wat ik zo mooi vind van de Ford-velgen is, ze gebruiken een hele grove flake. Waardoor dus de knispering, de twinkling, de glinstering van de lak, de zilveren lak, enorm naar voren komt op het moment dat de lak goed schoon is. En een hoogglans heeft door middel van een coating of gepolijst. En dat vind ik het mooie van Ford-velgen. Ze gebruiken daar, dat snappen ze in mijn optiek. Snappen ze dat bij Ford, dat een hele fraaie uitstraling geeft. We zien ook als het licht erop staat, het geeft een hele mooie twinkeling. Ik kijk even mee zo, misschien dat je het van die kant kan zien. Kijk. Hele mooie glinstering erin. Door naar de volgende velg. Zit het er weer op de velgen zijn schoongemaakt en in de coating gezet. Ik heb meteen even adaptieve richtingenwijzertjes erin geplaatst. Rest alleen verlichting uit en huiswaarts en morgen weer verder.
Dan gaan we ontvetten en in de coating zetten. En dan de dag 3, het laatste gedeelte. We zijn inmiddels aangekomen bij de volgende dag. Dag 2. Ik heb inmiddels de banden er al onder gezet en vastgezet. Nu ga ik beginnen met het ontvetten van de lak. Zodat ik zo meteen kan beginnen met de coating. En ik gebruik daarvoor Xeon Surface Degreaser. Ook vrij verkrijgbaar in mijn webshop. Xeon-automotive.nl. Eerste laag, groene flesje. Hier gaan we. Ik had de motorkap had ik al gedaan en een dakstijl met een achterpaneel. En toen kwam ik er dus achter dat de camera niet aan stond. Dus ik doe nu even zogenaamd overnieuw beginnen. Maar dan nu met een ander paneel. Even uit beeld verdwijnen. Zo. Even de timer zetten. Omdat het een klein onderdeel is, pakken we meteen de andere kant van het spatscherm ook maar. Wat een prachtige glans geeft dat toch, zo'n keramische coating. Bizar. Hoogglans voor de komende jaren, mits je hem netjes onderhoudt. Want we verkopen geen roze wolkjes, maar realiteit. Zo. Dit moet even een paar minuten drogen, dan kan ik het uitpoetsen. En dan gaan we door naar het volgende onderdeel. We gaan voor de tweede laag en dat is het bruine flesje, de finishing laag. Zo, de Fiesta staat in de coating. We zijn klaar. Tenminste, klaar. Ik moet nog wat andere kleine dingetjes afmaken. Bandjes nog even, ramen nog even schoonmaken, even uitstofzuigen. En dan maak ik morgen het laatste af. En dat doe ik eigenlijk dan morgen, want dan kan ik nu de lak en de omgeving met rust laten. En dan ga ik morgen en ga ik weer verder. Zo, we zijn bij de laatste dag aanbeland. De auto is klaar. Hij staat in de keramische coating van Xeon. De ruit staan in de coating van Xeon. De bandjes heb ik nog even nagelopen. Ik heb hem nog even uitgestofzuigd. En hij kan terug naar de eigenaresse. En genieten van glans de komende jaren, wasgemak, etc. Resumé, ik heb de wagen gewassen, handgewassen, lakdiepte-reiniging toegepast, aantal stappen gepolijst. En ik heb de zijruit en de achterruit heb ik gepolijst, want er zaten wassenkrassen in en ijskrabbenkrassen. Die heb ik eruit gehaald. En uiteraard voorzien van de coating. Rest mij alleen nog te zeggen, wederom weer bedankt voor je belangstelling. Wil je me volgen, druk op de abonneeknop. En wellicht zie ik je tot de volgende keer. Oh ja, en je krijgt natuurlijk van mij nog uiteraard het bekende rondje van de zaak. Ciao. Thank you.